De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, is gestart met een training in printplaatreparatie voor telezuurmedewerkers om hun technische vaardigheden te verbeteren. Minister Stephen McAndrew prees het initiatief en het vertrouwen van bedrijven in de SAO. SAO-directeur Joyce Lapaar en bestuurslid Madhuri Munisar benadrukten het belang van deze training voor de groei en expertise van de deelnemers. De ECD heeft gisteren 3 winkels gesloten voor overtredingen zoals prijsopdrijving, onjuiste gewichten en illegale medicamenten. Dat gebeurde tijdens controles bij supermarkten in Houtuin aan de Martin Luther Kingweg. Er werden processen verbaal opgemaakt en het onderzoek loopt nog. Bij 2 andere supermarkten werden geen overtredingen geconstateerd. Het ministerie van EZ roept winkeliers op samen te werken met de ECD en de samenleving eveneens om vermoedens van prijsopdrijving te melden. Ambassadeur Arun Kumar Hardin van Suriname heeft op 18 oktober 2024 zijn geloofsbrieven aangeboden aan de Vietnamese president Tho Lam. Hij benadrukte de noodzaak van versterkte economische samenwerking tussen Suriname en Vietnam, die sinds 1998 diplomatieke relaties hebben. President Tho Lam bevestigde Vietnams bereidheid om de bilaterale samenwerking te verdiepen met mogelijkheden in landbouw en visserij.